Het roodborstje en de trol. Er was eens een lelijke, onverzorgde trol. Je weet wel, zo'n klein gedrongen mormel met vieze haren. Een kromme neus en donkere ogen, die leken door je heen te kijken. Hij had een vieze huid met wratten en zijn ogen waren geel, maar vooral eng. Doodeng. Als de trol het bos inkwam, zag je eerst zijn schaduw. Groot, donker, en zo aanwezig, zo beangstigend. Hij zag er niet alleen naar uit, maar zei ook voortdurend norse, chagrijnige, stekende, angstaanjagende opmerkingen tegen de dieren in het bos. Toch wilden alle dieren het voor de trol naar de zin maken. Ze wilden allemaal vriendjes zijn met de trol, want ze waren bang voor hem, bang om zelf te worden gepest door zijn opmerkingen. Niemand van de dieren was zichzelf. Iedereen sloofde zich uit om bij de trol in een goed daglicht te komen staan. En iedereen wist hoe moeilijk Sara, het roodborstje, het had met de trol in het bos. Elke keer als zij langs de stroom moest hippen waar de trol woonde, hield hij haar tegen en zei dat hij haar zou vangen als ze niet snel genoeg zou doorlopen. En dat hij haar zou vastbinden. De trol begon dan zo vreselijk te lachen als hij het ineengedoken roodborstje angstig naar hem zag kijken met haar vleugel ter bescherming voor haar ogen. Het roodborstje was bang, maar ze zei er tegen niemand iets over. Ze durfde dat niet en wist niet hoe ze erover moest beginnen. Misschien vonden ze wel dat het de schuld van Sara zelf was. Ze vond dat ze de trol moest negeren. Dan zou het wel overgaan, dacht ze. Maar het tegenovergestelde was waar. Sara kon niet vliegen en kon dus geen kant op. Ze was totaal in de ban van de trol. De moeder van Sara zag wel dat ze verdrietig was. Maar Sara sloot zich voor haar af. En dat maakte haar zo verdrietig en gaf haar een machteloos gevoel. Toen ontmoette Sara een lieve heersbeestje. Hij was al oud en droeg een brilletje op zijn wijze neusje. Hij heette Roel. Hij had al zo vaak met dieren gesproken die ook zo gepest werden. En weet je wat hij tegen Sara zei? Hij zei dat ze zich als een indiaan moest verkleden met een mooi hoofdtooi en een koker voor de pijlen. Die pijlen moesten voorzien zijn van vragen. Vragen die ze aan de trol moest stellen als hij haar weer pestte. Nepbijlen, zoals: waarom pest je mij? Heb je daar plezier in of ben je jaloers op mij? Wat heb je nodig om het pesten tegen mij te stoppen? Sara ging naar huis en vertelde aan haar moeder wat het lieve heersbeestje tegen haar had gezegd. En vroeg haar of ze haar wilde helpen met het verzinnen van nog meer vragen op de pijlen. Ze gingen er beide voor zitten en kregen er lol in om de vragen op te schrijven. Daarna vuurde Sara de pijlen één voor één zodanig op de trol af dat deze er helemaal tussen gevangen zat en geen kant meer op kon. En sommige pijlen hadden dezelfde vragen en als Sara vaker dezelfde pijl afvuurde, werd de trol helemaal zenuwachtig van haar. En Sara, die voelde dat ze alleen maar sterker werd van het afvuren van haar pijlen, dat ze haar rug rechtte en dat ze deze keer trots om zich heen keek. Eigenlijk leek het wel alsof de trol steeds kleiner werd en alle kleur in dikke druppels op de grond uit hem sijpelde. Sara voelde zich veel beter en net zo sterk als aan het begin van deze week. Toen probeerde Sara te vliegen en merkte ze dat ze twee tellen heel even boven de grond zweefde. Het was het eerste stapje van leren vliegen. Ze voelde zich toen zo gelukkig door dat gevoel van die zekerheid dat ze binnenkort zou kunnen vliegen, dat wilde ze zo graag nog een keertje voelen.
Ze probeerde nu weer te vliegen en bemerkte dat het nu echt stukken makkelijker ging dan vorige week. Oh, ze voelde hoe haar pootjes zich losmaakten van de aarde en dat haar vleugels sterker werden van het oefenen en maar een paar slagen nodig hadden om van de grond te komen. Ze voelde zich heerlijk. Het was gelukt, ze kon het. Ze wilde dit gevoel nooit meer vergeten. Dit gevoel legde ze vast door haar rechtervleugel te strelen. En elke keer als ze haar rechtervleugel zou strelen, herinnerde zij zich dit heerlijke gevoel. En wat daaronder haar gebeurde met die trol, dat werd steeds kleiner en verder weg. Gelukkig maar, Sarah was nu vrij en had niks meer te maken met die kleine grijze trol daar beneden. Ze plooide haar vleugels en streelde nog even haar rechtervleugel met een grote glimlach op haar gezicht. Daar vloog ze over de dorpen en steden. Ze was gelukkig.